wordt mogelijk van 5 miljard 125 miljoen euro. Redenering van Europa, DAT is dochter van Sabena, dus het geld blijft bij dezelfde bestemmeling. Voor premier Verhofstadt leek het laatste obstakel al opgeruimd. Alle elementen liggen daar. Groen licht van de commissie, privékapitaal, collectieve arbeidsovereenkomst. Kan nog niet zelf beginnen vliegen, hè, met die vliegtuigen. Dat kan het nog niet doen, hè. Ook vanmiddag hebben de bonden bij DAT dus de arbeidsvoorwaarden ondertekend. Cabinepersoneel van Sabena dat overstapt moet zowat 30% inleveren en ze verliezen hun anciëniteit. Voor personeel dat al aan de slag was bij DAT verandert er niet zoveel. Toch blijft het voorlopig nog wachten op de eerste vlucht van DAT. De curatoren willen geld zien van de nieuwe investeerders, de beloofde 8 miljard 200 miljoen euro. En ze willen garanties dat het brugkrediet, 5 miljard 125 miljoen euro, binnen de 3 maanden wordt teruggestort. Maar dat moet dus komen van die privé-investeerders rond Lippes en Davignon. It's incredible. So for the first time in 78 years, it's no longer the Belgium state that shall be responsible for this company. And I think it's a very good step in the good direction. De gewestregeringen investeren nog wel via hun participatiemaatschappijen. Weliswaar eenmalig, tijdelijk en met de nodige reserve. De Vlaamse heeft 1 miljard 25 miljoen euro als het nodig is. Ik dacht een paar dagen geleden dat er een tekort was. Dus hoe steviger en hoe meer interesse vanuit de private sector voor kapitaalsinbreng, hoe beter. Want uiteindelijk, ik zeg het nogmaals, het zal een verhaal zijn in de toekomst dat een privaat verhaal zal moeten worden. Intussen worden ook alle dagen nog volop gesprekken gevoerd voor een partnership tussen de nieuwe maatschappij en Virgin. Op Zaventem is het rustig geweest. Gisteren waren alle vliegtuigen daar urenlang aan de grond moeten blijven door een actie van ontevreden Sabena-werknemers. Maar vandaag hing de actievoerders een gerechtelijke dwangsom boven het hoofd als ze de activiteiten op de luchthaven zouden hinderen. En bovendien had de politie nu de toegang tot de vertrekhal afgesloten. Alleen wie kwam werken of wie kon bewijzen dat hij een vliegtuig zou nemen, werd doorgelaten. De veiligheid van het openbaar gebouw beslist dat u niet binnen mag, dan mag u niet binnen, daar kunnen wij niet aan doen. Hè. En hij vertrekt voor 3 jaar. Moeten nog geen afscheid nemen, ook niet. Ik kan er spijtig nog niet aan doen. Deze moeder wou vandaag haar zoon in de hal van Zaventem uitwuiven. Hij vertrekt voor 3 jaar naar Portugal. Het werd een afscheid buiten op de stoep. Na de blokkades van gisteren aan de paspoortcontroles wou luchthavenuitbater Biak vandaag geen risico's nemen. De federale politie kwam met zo'n 50 man om nieuwe blokkades te voorkomen. Het is zo dat wij als internationale luchthaven verplicht zijn om de continuïteit van onze dienstverlening te verzorgen naar de passagier toe. En daarom wordt de toegang tot de luchthaven nu strikt beperkt tot passagiers en de mensen die werken op dit moment op de luchthaven. De luchtvaartmaatschappijen staan achter de actie van Biak. Ik denk dat Biak zeer goed gehandeld heeft in het belang van de passagiers. En ik denk dat het toch wel in het belang is van het imago van ons land ook, dat dus alle vluchten op een normale manier kunnen doorgaan. Na de blokkades van gisterenavond legde de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa een klacht neer. Wij hadden 10 vluchten die heen en terug eigenlijk volgeboekt waren. En 10 vliegtuigen zijn leeg moeten vertrekken naar hun thuisbasis in Duitsland. Dat heeft enorme financiële consequenties gehad. Rond 10 uur dagen zo'n 150 Sabiniens op. Het zijn er duidelijk minder dan de voorbije dagen, maar ze blijven strijdvaardig. Er is een betoging zondag. Belt iedereen op die nog thuis zit, dat we samen naar de betoging gaan om 2 uur in Zaventem. Daarna gingen ze de straat op. De Sabiniens blokkeerden een tijd lang een aantal invalswegen naar de luchthaven. En trokken dan naar het centrum van Zaventem, waar een delegatie de burgemeester ontmoette. Daarna werden alle acties ontbonden. Ik praat nog even met Wim de Vilder op Zaventem. Wim, dat optreden van de politie, had dat iets te maken met die gerechtelijke bevelschriften? Nee, Bavo, toch niet. Die 2 bevelschriften zijn uiteindelijk niet uitgevoerd geworden. Die bevelschriften, daar hing dus een dwangsom aan vast van 250.000 frank per dag dat de passagiers hier de toegang tot hun vlucht ontzegd zou worden. Maar die zijn uiteindelijk dus niet uitgevoerd door de politie, gewoon omdat dat niet nodig was. Uiteindelijk hebben de actievoerders die gisteren de paspoortcontroles dus bezet hielden, hebben die zelf hun actie gestaakt. En dus is de politie niet moeten tussenkomen uiteindelijk. En vanochtend die extra controles die de federale politie houdt hier aan de inkomhal, om ervoor te zorgen dat alleen mensen met een ticket de inkomhal nog binnenkomen,
Die gebeuren dus, zoals je hoorde in de reportage, louter op vraag van BIAC. Dat is ook geen uitvoering van die bevelschriften. Er was gewoon een vraag van BIAC om ervoor te zorgen dat het luchtvaartverkeer hier zo normaal mogelijk zou verlopen vandaag. En dat is ook gebeurd. Het luchtvaartverkeer verliep volstrekt normaal. Alleen laat Sabena nog altijd een heel grote leemte achter hier op de luchthaven natuurlijk. Een leemte weliswaar die stilaan ingevuld wordt door andere luchtvaartmaatschappijen. Er is niet alleen DAT dat eraan komt. Virgin heeft ook extra vluchten ingelegd naar andere bestemmingen. En sinds vandaag voert ook VLM van hieruit vluchten uit. De Vlaamse luchtvaartmaatschappij opereert normaal alleen vanuit Deurne. Maar sinds vandaag biedt zij de passagiers hier in Brussel, op Zaventem liever, ook 3 maal daags een vlucht aan naar London City. VLM, een Vlaamse maatschappij waarin alleen privékapitaal zit, werkt met kleine Fokker 50 vliegtuigen. Eén daarvan vliegt nu 3 maal per dag heen en weer naar London City. Wij hebben gistermiddag pas beslist dat onze eerste vlucht vandaag zou doorgaan. En we hebben effectief passagiers. Het zijn er niet veel, maar alle begin is moeilijk. Maar dat zijn dan waarschijnlijk klanten die in het andere geval vanuit Deurne zouden vertrokken zijn, maar voor wie het nu makkelijker is om vanuit Brussel te vertrekken, neem ik aan. Die vanuit Brussel willen vertrekken en ook mensen die binnenkomen en zien dat er terug een lijn is naar London City en die eigenlijk soms ook proberen hun ticketten over te boeken op VLM-ticketten. Ook Sabena-tickets kunnen met zijn toeslag nog omgeruild worden voor VLM-tickets. De maatschappij heeft eigen slots gekocht, nam geen slots van Sabena over, maar geeft wel toe dat ze hier kan werken dankzij het faillissement van de nationale luchtvaartmaatschappij. Als wij het niet doen, dan gaat iemand anders het doen. De onderhandelaars van de Christelijke en de Socialistische Vakbond zijn vandaag hun leden beginnen te informeren over het voorakkoord dat ze eergisteren met de regering gesloten hebben. Het gaat om de vergoedingen die ontslagen Sabena-werknemers zullen krijgen. De Christelijke Bond informeert zijn leden niet op Zaventem, maar in het voetbalstadion van Anderlecht. De Koninklijke Voetbalclub uit Anderlecht ontvangt de oud-Sabiniens. Gespreid over 6 dagen krijgen de ACV-leden uitleg over hun onmiddellijke toekomst. Ik wens u van harte welkom, maar eigenlijk zouden we hier niet moeten zitten. De bonden kregen gisteren kritiek omdat ze hun leden te laat informeerden. Vandaag krijgt iedereen inzicht in het ontwerp sociaal plan en in de verschillende vergoedingen. De meningen blijven verdeeld. Volgens mij moet er nog meer uitkomen. Dat kan nog, denkt u? Ik denk het wel, ja. Het geeft toch al een goed gevoel dat ze zo alleen voor ons zorgen eigenlijk. Dat er van alles gedaan wordt om ons te helpen, om ons uitleg te geven. Ik heb de indruk gekregen dat het dat of niks zal zijn. Dat heb ik gekregen. De grote baas van het ACV komt ook naar Anderlecht. Hij geeft toe dat er al gisteren wat meer informatie had mogen zijn. Er is gisteren duidelijk een communicatiestoornis geweest. Laat ons dat zeker en vast toegeven. Maar ik denk dat door de goede voorbereiding de zaak nu toch wel in handen is op dit moment. Het ACV heeft voor iedere werknemer apart een dossier samengesteld. Daarin informatie over het faillissement en een schuldvordering die naar de rechtbank van koophandel gaat. Maar de vergoeding is niet de grote hoop. Hetgeen dat ik hoop, in feite, is dat van levensbelang voor mij, voor mijn huisgezin, dat ik bij de nieuwe maatschappij zou kunnen beginnen. Langs de andere kant moeten we ook nog weten wat de voorwaarden zijn van dat nieuwe contract van die nieuwe maatschappij. En ik hoop dat die toch meevallen. Wij hopen dat natuurlijk, maar wij hebben al geruchten gehoord in de gang dat als wij voor de pers praten of zo, dat er weinig kans voor ons zal zijn om in de nieuwe maatschappij te beginnen. Wie wil, wordt ook individueel geholpen. Maar geld en steun zijn welkom, de bitterheid blijft. Op straat gezet zoals... Zoals je een dier nog niet op straat zet. Volgende zondag organiseren de bonden een grote Sabena-betoging. En de Vlaamse regering heeft 5.300 brieven gestuurd naar alle werknemers van Sabena die in Vlaanderen wonen. Daarin worden de mogelijkheden om opnieuw werk te vinden opgesomd. Ook trekt de Vlaamse regering 300 miljoen frank uit voor de sociale begeleiding van mensen die het extra moeilijk zullen hebben om aan een nieuwe baan te raken. Uit solidariteit met het personeel van Sabena hebben verschillende overheidsbedrijven op de middag actie gevoerd. De bestuurders van de trams en bussen van de lijn bijvoorbeeld hadden afgesproken dat ze om 12 uur 5 minuten halt zouden houden. In de praktijk, om het verkeer niet te hinderen, werd er doorgereden tot de volgende halte en daar werd dan 5 minuten stilgestaan. Bij de Brusselse en de Waalse vervoersmaatschappij is een soortgelijke actie gevoerd.
De vakbonden hadden tot deze uiting van solidariteit en protest opgeroepen, omdat ze vrezen dat in de toekomst nog meer overheidsbedrijven geprivatiseerd zullen worden. Er zijn in Vlaanderen al maar minder openstaande betrekkingen. Die daling is al 9 maanden aan de gang. Dat het aantal beschikbare banen daalt, dat is... On the history of Christianity.